Samen herdenken neemt ons mee naar het verleden, maar het weerspiegelt gelijktijdig het hier en nu. We staan stil bij universele waarden zoals vrijheid, respect en vrede. Stuk voor stuk grootse termen, maar met bijna onbevattelijke kwetsbaarheid voor iedereen die ermee is opgegroeid en niet beter weet dan dat ze elke dag voorhanden zijn. We hoeven echter niet lang te zoeken om bewijzen van het tegendeel te vinden. Zet vanavond de televisie maar aan of sla morgen vroeg de krant maar open. Wat zou ik doen voor vrijheid? Dat brengt me bij het thema van de dodenherdenking van dit jaar. Verzet. Verzet is van alle tijden. Verzet biedt inspiratie voor de vraagstukken van nu. Verzet is, in tegenstelling tot wat het lijkt, vaak geen gemakkelijke keuze. Over verzet is veel gesproken en geschreven. Zo ook door de schrijver en dichter Remco Kampert. Hij schreef er het gedicht Verzet begint niet met grote woorden over. Dit gedicht bevat voor mij de essentie van verzet en ik wil dit graag met u delen. Verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden. Dat geldt ook voor het nieuwe boekje Het verhaal achter een naam over oorlogsslachtoffers uit de gemeente Stijn van 1940 tot 2006, geschreven door de heer Strijkers. Hij heeft voor zover bekend de verhalen beschreven achter al die namen die u hier bij het Kaplaan Berends Monument kunt lezen en heeft ze daarmee voor de toekomstige generaties op papier vastgelegd. Tevens heeft hij de familienamen voorzien van voornamen. Mede voor hen die op waardige wijze in dit boek vermeld staan, nemen wij over enkele ogenblikken 2 minuten stilte in acht. Heel Nederland is dan 2 minuten stil. Symbolisch voor alle doods- en angstkreten van de Tweede Wereldoorlog en voor allen die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna. Met onze stilte geven we alle oorlogsslachtoffers een stem. Een stil verzet. Namens het Oranje Comité Stijn, mevrouw Nijsten en de heren Peters en Willems. Namens het comité Dodenherdenking Bergen aan de Maas, mevrouw Bouts en de heer Willems.